Vandaag een zeer gevaarlijke operatie hier in huis. Welkom bij Victor Vlogdown. Ja, en als ik zeg zeer gevaarlijk, dan bedoel ik ook echt heel, heel, heel gevaarlijk. Want mijn zus, die is iets aan het doen. En toen dat ze het zei, dacht ik van, ja, maar wacht even, dat kun je toch niet zomaar doen? Nu ze zegt dat iets evident is. Ik vind het gevaarlijk genoeg om het onderwerp van de vlog vandaag over deze operatie te laten gaan. Ik vind het precies een beetje flauw. Flauw? Ja? Marie, jij gaat een gat in je oor maken. Ja, ik kan een derde oorbel prikken. En dat eerst wat koud had maken met ons. Ja, wacht, hè, want je gaat dus met een naald in je oor prikken. Ja? Er volledig door. Ja. Waar dat mensen normaal van een specialist gaan, ga jij hier... Dat vorige gatje is ook niet bij een specialist geprikt. Ja, goed, nu dat je dat dan toch gaat doen, kunnen we dat misschien als dus uitleggen in stappen hoe dat je te werk gaat gaan. Dat de mensen hetzelfde... Ik wil niet dat mensen dat thuis nadoen, hè. Oké, dus stap 1. IJs tegen je oor. Ik wil niet dat mensen dat thuis nadoen. IJs tegen je oor. Dat is het roodste oor ever. En waar wil je juist? Hier achter nog. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus ik ga nu met een vlam, super gevaarlijk, die naald even desinfecteren. Als ik iets kan doen, moet je het zeggen. Nee, liever niet, eigenlijk. We weten ook dat jij en vuur geen super goede combinatie zijn, dus ik heb liever niet dat je helpt. Voilà. Enfin. Ik ben er nog altijd niet zeker van of we dit al moeten doen, hoor. Kijk, beste kijkers, jullie krijgen nu 2 maal Marie te zien in 1 beeld. Amai. Het is echt wat de mensen willen zien, denk ik. Ik 2 keer. Ja, dus ik zie nu in de spiegel en zo, hè. Ga ik je nu prikken? Nee, ik ben nog altijd die ene oorbel willen proberen in te steken. Ik ken die spanning niet gewoon. Oké, ik zal even terug wat ijs doen. Dan gaan we prikken, hè. Ik ben daarna bij je meedoen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Mensen gaan het toch vinden op de. Nee, nee. Ja, ik moet geen oorbel hebben. Wil jullie graag dat Victor een oorbel heeft die ik voor hem prik? Ik moet toch geen oorbel hebben? Victor, dat is echt super leuk. Ja. Ja. Ik zal nu even doen wat ik denk dat ik het wil en dan moet jij zeggen of dat je dat goed vindt. Ja. Hier denk ik. Dat is een beetje te veel aan de buitenkant, hè. Ja, je moet zien dat je oor niet scheurt. Niet eraf valt. Ja. En ook niet te dicht bij die andere natuurlijk. Ah, daar is goed. Dat is perfect. Die er weer? Ja, prima. Oké. Die gaat weer nog Ja. Ik heb daar iets geprikt, hè. Marie, pas op, hè. Hier is het, hè. Ja. 3. Ha! 3, 2. Oh, wacht, mijn vinger is glad. Ja, pas op. Ah, man. Ik denk dat het erdoor zit. Dat doet nu toch zeer? Niet echt. Vinden we dat goed? Vinden we dat mooi? Ja. Ja? Oké, dan komt nu eigenlijk hetgeen wat het meeste pijn doet. Want die naald is dunner dan je oorbel. Dus nu ga ik die naald eruit halen en dan die oorbel erop. Ah, ja. Maar ik ga eerlijk zeggen, ik vind het echt indrukwekkend. Echt. Maar dat bloedt niet of zo, hè? Nee, ja, ik verschiet ook wel. Allee, ik ben een beetje geschokken hoe simpel dat is. En? Ja, dan moet ik dat gat even zoeken. Hè. En? Lukt niet. Ik ben zo kleinzerig. Nee, maar dat is. Allee, je zit gewoon. Je prikt wel door een 2 centimeter huid of zo, hè? 2 centimeter. Nu hopen dat niet gaat ontsteken, hè? Ik hoop het wel. Dan hebben we nog een vervolg aan deze vlog. Hey. Maxime? Nee, maar echt, Marie? Wauw. Wauw, wauw, wauw. Jij bent van, hè? Ja, ik vind het mooi. Oké, ik ook dan. Proficiat. Ja, voilà. Echt knap. En vergeet niet, jongens en meisjes, als jullie graag willen dat ik een oorbel Victor prik, dat is dan zeker achter in de reacties. Dus... Wat hebben we vandaag geleerd? Ja. 1. Maak je oor koud met ijs. 2. Desinfecteer een naald met vuur. 3.
Duid met een potlood of pen aan waar de oor wel moet komen. 4. Prik met de naald door je oor. 5. Haal de naald eruit en prik de oorbel erin. 6. Klaar. Yay! Als je nog meer kinds wil vergaren, dan moet je vooral de vlog blijven volgen. Tot de volgende. Bye bye.